Hallo iedereen, welkom bij Dutch & Go. Vandaag doen we weer een spreektaalvideo. En vandaag ga ik spreken over routine. Quickly in English, as you already know, this is a spreektaalvideo. I'll be speaking in Dutch and in Dutch only. I don't have time to make the subtitles, but if any of you out there feel free to do so, then please do so. Doesn't make sense. And yeah, basically that. And today I'm going to be talking about my routine. This is video for A1, A2 students. This is kind of like directly related to the grammatical topic that I've been covering on the channel for the last couple of weeks, which is separable verbs. And in this video, I'll be using plenty of those two, not only, but you know, plenty. I won't be talking about in the past tense, just the present tense and speaking in Dutch. Daar gaan we. Dus, ik ga praten over mijn routine en ik ga ook praten over de routine van, ik denk, een typische Belg, een typische Vlaming. Ik ga beginnen met mijn routine. Ik heb geen routine. Ik heb geen routine. Ik ben geen persoon die heel routineus is. Ik heb wel activiteiten en activiteiten die ik vaak doe, maar ik heb geen specifieke routine. Soms sta ik om 8 uur op. Soms sta ik om 9 uur op en soms sta ik om 10 uur op. In de week sta ik meestal rond 9 uur, 9:15 op, omdat ik heb lessen om 9 uur. Meestal. Maar bijvoorbeeld in het weekend sta ik soms om 10 uur op. Niet te laat, maar rond 10 uur. Dan trek ik mijn kleren aan, dan neem ik soms een douche, maar ik neem niet elke dag een douche. Dan poets ik mijn tanden. En dan maak ik een koffie. Voor mij is koffie het centrum van mijn dag. Dus ik moet mijn dag beginnen met koffie. Dus ik maak een koffie en ik ben een koffienerd. Dus ik maak een Aeropress of een V60. Een lekkere Ethiopië of Kenia of Colombia. Koffie. Koffie is het beste. Dus ja, ik maak een lekkere koffie en dan begin ik aan het werk. Ik werk thuis. Ik heb hier mijn computer, dus ik geef les. Ik beantwoord mijn e-mails. Ik check mijn e-mails. Ik schrijf scenario's voor de video's. Ik maak video's, etc. Mijn lunchpauze is meestal rond 12:30, 1:00. Niet altijd, maar meestal. Ik kook zelf. Soms ga ik lunchen, maar meestal kook ik zelf. Ik vind het heel leuk om zelf te koken. En ja, ik weet het niet. In Portugal eten de mensen niet zo vaak vegetarisch. En ik ben geen vegetariër, maar ik eet meestal vegetarisch. Dus nee, voor de lunch. Liever iets licht, geen vlees, geen vis. Dus ik maak thuis eten. Dan maak ik opnieuw een koffie voor de rest van de dag. Dan opnieuw, dan werk ik. Soms maak ik een wandeling buiten in de stad. Soms als ik tijd heb, lees ik een boek of luister ik naar muziek. Het hangt er een beetje van af. En dan meestal werk ik tot 8 of 9 uur 's avonds. En dan dineer ik. Meestal dineer ik rond 9 uur 's avonds. Soms 9:30, maar dat is dan al laat. Meestal is het tussen 8 en 9 uur 's avonds. Dan dineer ik meestal. En 's avonds heb ik niet echt een routine. Soms ga ik naar een café of een restaurant met vrienden. Soms ga ik naar de bioscoop, soms kijk ik naar een film, soms speel ik videogames, soms lees ik een boek. Soms ga ik, ik weet het niet, een avondwandeling maken en soms kijk ik thuis naar een film. Dus voor mijn avondroutine heb ik heel veel verschillende opties en ja, ik heb ook geen familie. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik heb geen kinderen. Dus als je geen kinderen hebt, heb je natuurlijk automatisch denk ik al veel minder routine. Dus 's avonds improviseer ik een beetje. Soms werk ik ook, het kan ook. Het hangt af van hoeveel werk ik heb. En meestal ga ik rond 1 uur, tussen 1 en 2 uur slapen. Dus dat is een normale tijd voor mij. Tussen 1 en 2 uur ga ik slapen.
En dus 's avonds trek ik mijn kleren uit, ik poets mijn tanden. Ik lees soms een beetje in bed, maar niet lang. Ik luister naar muziek in bed, dus ik luister naar iets van elektronische muziek of gitaarmuziek in bed. En dan doe ik het licht uit en dan ga ik slapen. En ik denk dat dat mijn routine is. Mijn routine is denk ik niet normaal voor het typische Belg, of voor, ik denk, voor veel mensen is dat misschien geen normale routine. Het is misschien een beetje ja, ik weet het niet, speciaal, exotisch. Ik denk dat de routine van de meeste Vlamingen een beetje zo is. De meeste Vlamingen staan rond 7 uur op. Ze nemen een douche of een bad. Dan trekken ze hun kleren aan. Ze poetsen hun tanden. Ze nemen een ontbijt. Ik ontbijt bijna nooit. Niet zo vaak. Ze nemen een ontbijt, ze drinken een koffie, geen specialty koffie. En dan brengen ze de kinderen naar school. Als ze kinderen hebben, en de meeste Vlamingen hebben kinderen, brengen ze de kinderen naar school. En dan gaan zij naar het werk. Dus meestal komen ze rond 8:30 op het werk aan. En dan werken ze tot 12:30. En dan hebben ze een lunchpauze. Ik denk dat veel Vlamingen op het werk eten, in de kantine op het werk, of soms naar een café gaan om te lunchen. Maar ik denk dat dat vaker in Portugal gebeurt. In Portugal bijvoorbeeld of in Spanje gaan de mensen heel vaak zo uit, voor lunch. Tapas en wijn en zo. Ik denk in België dat dat minder gebeurt, maar waarschijnlijk ook. Maar misschien een beetje minder. En nu natuurlijk met COVID, ja, zal dat ook een beetje anders zijn. En dan werken de mensen denk ik opnieuw van 1:30 tot 6 uur of 5 uur, geen idee. Dan komen ze terug naar huis, dan halen ze de kinderen van school op, ze helpen de kinderen met huiswerk, ze maken het eten klaar. En meestal denk ik dineren Vlamingen rond 7 uur. Nederlanders dineren meestal rond 6 uur, of 5:30, of 5 uur. Ja? Als jij een Nederlander bent en je zegt: ja, maar in mijn familie dineren wij om 7 uur. Proficiat, is fantastisch. Ik heb het gevoel, het kan verkeerd zijn, maar ik heb het gevoel dat in Nederland de mensen absurd vroeg dineren. Rond 5 uur, rond 6 uur. Ik heb vrienden van wie de familie rond die tijd dineert. En ik kan dat niet. En ik begrijp het niet, en ik wil het niet, maar het is een traditie en ik accepteer dat. Dus dat is oké. En ik denk dus dat de mensen in Vlaanderen rond tussen 6 en 7 uur dineren. En dan 's avonds denk ik, ja, als ze kinderen hebben, als ze familie hebben, spelen ze een beetje met de kinderen. Rond 9 uur brengen ze de kinderen naar bed. En dan denk ik lezen de meeste mensen een boek of kijken de meeste mensen naar televisie, naar Netflix of naar een televisiekanaal, VTM of 1, 4, geen idee. En dan denk ik gaan ze rond 11 of 12 uur slapen. Dus ze trekken hun kleren uit, ze poetsen hun tanden en ze doen het licht uit. En dat is denk ik de routine van een typische Vlaming. Ik denk dat de routine van Nederlanders niet zoveel anders is. Ik denk dat het grote verschil tussen routines is stad versus dorp. Dus mensen die in een stad wonen, denk ik, hebben een andere routine, hebben waarschijnlijk ook een ander leven en andere interesses dan mensen die bijvoorbeeld in een stad of in een dorp wonen. Dus ja, ik denk niet zozeer dat de verschillen in de routine, bijvoorbeeld in Portugal versus België, compleet anders zijn. Ik denk dat de verschillen bijvoorbeeld tussen de routine van mensen in Lissabon en de routine van mensen in Brussel, ik denk dat dat niet zoveel anders is. Ik denk wel dat er een groot verschil is tussen bijvoorbeeld de routine van de mensen in Barcelona met de routine van de mensen in Aalter of een klein dorp Wichelen of een, geen idee.
ja, geen idee, gewoon een klein dorp in Vlaanderen. He, dus dat, daar de, dat, dat je daar de verschillen ziet en niet tussen de nationaliteiten, tussen de landen. Dat, maar dat is mijn mening. Ik wil graag van jullie weten in het commentaarvak, in de commentaarsectie, wat is jullie routine? Wat vinden jullie? Denken jullie dat er een groot verschil is tussen het routine, de routine van jouw land en de routine in België of in Nederland? Waar zijn de verschillen? Ik hoor het graag van jullie in het commentaarvak hieronder. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag!